Duurzaam ondernemen, jongens. Oh, we moeten er allemaal aan, maar mijn god, kunnen ze er niet eens een keer een beter woord dan dat duffe, brave, politiek correcte duurzaam bedenken? Nou ja, goed, daar krijg ik in ieder geval een beetje jeuk van op de verkeerde plekken. Maar goed, het betere nieuws is dat je met dat groene gedoe ook gruwelijk veel geld kunt verdienen. Een paar dagen voor de grote klimaatconferentie in Kopenhagen zitten bij mij aan tafel Wubbel Okkels, Elsemieke Havenga en Ruud Kornstra. Wubbel, ja. Hoe is het nou eens om tegen een echte hooggeleerde aan te kijken zoals ik? Groene gebied. Ja. Nou, je zei net van geld verdienen. Het gekke is, ik voel mezelf wel ondernemend. En ik ben altijd ondernemend geweest. Vooral met innovaties, nieuwe dingen, jonge mensen bij betrekken. Jonge mensen helpen om bedrijfjes op te richten. Maar zelf heb ik er nooit een cent aan verdiend. Ik ben niet iemand die dat kan. Want je dagelijks vak is hoogleraar in Delft. Ik heb met Henk ook wel gesproken. Ik zeg, Henk, kan jij me nou niet helpen? Ja. Dat ik thuis een keer geld dat zou je wel willen. Ik zou het wel heel erg leuk vinden. Want dan kan je met het geld weer heel veel andere dingen doen natuurlijk. Maar dat is dus een soort frustratie. Dat je zegt, je bent ongeveer overal geweest waar niemand hier is geweest. Namelijk buiten de Damkring. Maar je wil dat ene, dat geld verdienen, wil je leren. Dat is toch een kunstje wat je niet kan. Ja, maar vooral geld verdienen voor andere mensen. Ah ja, tuurlijk, ja, ik mezelf heb ik genoeg gewoon. Maar ik vind het zo vreselijk leuk, soms lukt me dat ook, om geld binnen te halen en dan bij studentenprojecten neer te zetten. Of andere, dat je gewoon mensen de vrijheid kan geven dat ze gewoon op gang mogen gaan. Dat ze gewoon mogen zeggen, oké, ik geloof hierin en ik ga dat gewoon doen. Ja. Zullen we even terug naar dat moment waar voor jou in ieder geval de wereld letterlijk draaide? Ja. Welke dag was het? 30 oktober. 1985, 19. 'Smiddags om 12 uur was het. Laten we kijken. Wubbel, the Cadre team is watching you and we think you are really cute in your shorts, over. That's for all the Dutch women. Ja, mooi. Ja. Ja, dat vonden al die vrouwen ook. Ja, precies. Ja. Maar je was zelfs in het heelal was je nog hit, zeg. Dat vind ik toch wel een grote prestatie. Maar goed, ontzettende Mart Smeets vraag natuurlijk. Maar wat ging er door je heen? Want jij zag toen die aarde daar en wat denk je dan? Het belangrijkste wat door me heen ging is dat ik ineens realiseerde van luister, ik ben buiten. En hier buiten is niks. Daar is gewoon 200 graden onder nul. Geen zuurstof, geen leven, geen geschiedenis. Eigenlijk ook niks wat er echt toe doet. En alles wat er toe doet, dat is daar. Dat is die aarde. Daar is alles wat leven is, alle geschiedenis. En de scheiding tussen die twee werelden is een heel dun laagje atmosfeer. Dat is het. Dus als je nou praat over duurzaam, ik zou het misschien liever natuurlijk noemen. De natuurlijke ontwikkeling die we nodig hebben, is dat wij onze grootste vijand, en dat is de ruimte, niet toelaten op die aarde. Die atmosfeer die moet gewoon heel blijven. Die moet gewoon ons blijven beschermen. Daar gaat het eigenlijk heel erg om. En zo voel je dat. Ik bedoel, je voelt echt ook dat die planeet, ja, dat is het. Ik zeg wel eens. Nee, maar is dat op dat moment voor jou de draai ook letterlijk gekomen dat je zei: aarde, ik ga je redden? Nee, dat zou natuurlijk prachtig zijn als ik dat kon. Hè. Vooral als ik zo'n handje boven iemand zijn hoofd kon zetten. Nou, dan wordt hij heel klein dan. Hij wordt dan ineens tastbaar. Hij wordt heel klein. Je bent er in 1,5 uur omheen. Dus 3 kwartier van de ene kant van de aarde naar de andere kant. Dat is ook absoluut heel erg indrukwekkend. Maar ik was voor die tijd als natuurkundige al heel erg gefascineerd door het boek van de Club van Rome. Ik geloof dus echt van jongens. Praten over begin jaren 70. Ja, precies. Dus daar zit iets heel onnatuurlijks in de manier waarop wij met die aarde omgaan. En, we slopen het gewoon tot. Maar ik heb goed nieuws voor jou. Dat komt eigenlijk op neer. Want je denkt natuurlijk, Wubbel is astronaut en ik ben het niet. Maar dat vind ik dus eigenlijk niet. Ik vind dus eigenlijk, die aarde is gewoon één groot ruimteschip. En eigenlijk is iedereen, gefeliciteerd allemaal. Welkom on board, de astronaut. Okay. Ja, precies. Captain York. Je hebt een club opgericht en dat heet, vrij curieus eigenlijk, Ladies First. Dus de man Wubbel Okkels, wat zeg ik niet, zomaar man, heeft een club opgericht, Ladies First. En daar ben jij als Mieke een ambassadrice van. Ja. Nou, we hebben elkaar regelmatig gezien en op een gegeven moment zei we moeten iets doen met die vrouwen die toch eigenlijk veel beter weten hoe je goed voor mensen kan zorgen dan mannen. En die moeten nou dat. Maar dat was het zijn gedachte, dat vrouwen zijn gedachte. Want wij mannen die liggen alleen maar in de kroeg. En kijk, ik ben van de oude stempel, dus ik ben nog iemand die weet wat galant is. Dus ik zeg niet, ladies first betekent niet vrouwen alleen. Dat betekent alleen maar dat je man de vrouw voor laat gaan. Die doet de deur open in baktas. En zij moet even eerst aangeven, ik wil een schoon Nederland en dan ga ik helpen en doe ik het ook. Wat?